Hoi, ik ben Arjan Smit, ik ben 19 jaar, ik kom uit Elspeet en ik rijd op deze Volvo FH460 bij van de Brug Transport. Het werk wat wij doen is, wij vervoeren veevoer vanuit bedrijven hier op de Veluwe richting België, Nederland of Duitsland. En dan laaien we of terug naar voor Nederland, voor fabrieken, of we brengen rit in de buurt weg in België of Duitsland. En dat brengen we naar bedrijven zoals hier. Zullen we eens even gaan kijken hoe goed deze Volvo rijdt? Ik ben zo blij met deze Volvo omdat het gewoon een fijne auto is. Hij rijdt en schakelt soepel. Ondanks dat hij al 8 ton gelopen heeft, schakelt hij nog steeds zo soepel als het me kan. Dus ik heb er goed schik van deze auto. Dit is mijn vaste auto. Het hele spannetje. En ik ben er trots op. Achter mijn Volvo hangt een welgroot bulkoplegger. Hij is 15 jaar oud. Maar hij is voor 2 maanden terug compleet gereviseerd. Dus dat betekent alles is eraf gegaan, alles is er nieuw opgekomen, alles is overnieuw gespoten. Er zit een bordes bij op voor de veiligheid. En er zit een nieuwe velg onder. De beest is ook geautomatiseerd, zoals automatische bordeshekken. En er zit een liftas bij op. Ik ben chauffeur geworden omdat ik het altijd al gewild heb. Een beetje weer de standaard vader-zoon verhaaltje, zeg maar. En ik ben vroeger al heel veel mee geweest met mensen uit het dorp. En ik ben al vroeg begonnen bij Van der Brug met werken. Begon ik op mijn 12e. En toen ben ik doorgegroeid tot chauffeur hier al. Ik zit nu een jaar op de auto. En ik heb er gewoon goed schik van. Toen ik 12 was, waste ik vrachtwagens bij Van der Brug op zaterdag en werkte ik daar in de vakanties. En dat heb ik gedaan tot mijn 17e. Toen heb ik mijn HAVO-diploma aangehaald. Toen ben ik gestopt met school. Toen heb ik een jaar in de loods gelopen bij Van der Brug. Ik heb mijn rijbewijs gehaald en nu zit ik een jaar op de auto. Wat het werk zo leuk maakt is, je komt op veel plekken, we komen België, Nederland, Duitsland. Je hebt veel vrijheid, je ziet veel, wat vandaag niet afkomt gebeurt morgen. Je bent wel hard werk, je maakt lange dagen, maar voor de rest, ja, je hebt een leuk team en een mooie auto, nou, wat wil je nog meer? Boerenwerk is zo leuk omdat je veel buiten afrijdt en je komt op veel plekken en de boeren zijn altijd aardig over het algemeen. Soms krijg je zelfs koffie. Ja, en ze zijn ook altijd blij als je komt. Ja, met de liefde, dat is een goede vraag. Ik heb nog geen officiële relatie, maar wie weet vrij binnenkort wel. Ze heet Marilyn, ze komt ook uit Elspeet en ze is leuk omdat ze gewoon lief en ze begrijpt wat ik doe. En dat is wel een must in dit werk.